Hallo allemaal, ik ben Yusra Tauga. Ik ben Ronnie Ezaai. En we gaan een paar mensen interviewen over aanslagen, dat ze niet, andere aanslagen niet zoveel aandacht krijgen. Heel kijkplezier! Ik ben Yusra van het Calland Lyceum. Ik ben Ronnie Ezaai van het Calland Lyceum. Ik ben Annelies. Wat vindt u ervan dat er zo weinig aandacht wordt gegeven aan terroristische aanslagen buiten Europa? Ik heb het niet gehad, dus dan krijg je dat ook niet. Maar zou dat gebeuren wat in Parijs is gebeurd, dan is het hier ook wereldnieuws hoor. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Oh, wat vindt u dan? Maar ik denk ook dat mensen ook, en zeker reporters en journalisten, ook bang zijn om naar die oorlogsgebieden te gaan en ertussen te gaan zitten. Want het is natuurlijk heel onveilig. Ja, dat is net zo erg natuurlijk. Daar moeten ze net zoveel aandacht aan besteden als in Syrië. Stel dat u de kans zou kunnen krijgen dat u mee zou kunnen doen aan de staking van dat we meer aandacht moeten geven aan buitenlandse aanslagen. Zou u dan meedoen? Nee, want ik hoef die staking, maar waar is die staking voor? Ik denk dat staken niet zoveel zin heeft.